Hallo allemaal, we staan hier bij Festung Hanstel. We gaan hier zo meteen weer verschillende hoeveelheid bunkers bezoeken. Ik weet dat hier een paar hele mooie liggen, dus ik ben erg benieuwd. We staan hier bij wat kanonnen. We gaan zo lopen. Het eerste doel van vandaag is een 501. Die zou hier ergens in de bosjes moeten liggen. Ze zouden hier allemaal al redelijk goed toegankelijk moeten zijn. Het is gewoon de ogen open houden en dan hopen dat we het zien. Daar is al beton. Je mag hier niet met schoenen aan. Ik moet even omlopen. Dat is een beter pad. Met informatiebordjes zelfs. Dan makkelijk ingaan. Deze is bijna leeg. Nou, trappetje erheen. Kan ik op zich wel aan wennen. Het is een klein manschappenverblijf. Dat is iets wat je niet zomaar in elke bunker ziet. Dit is niet zomaar alleen de manschappenverblijf geweest. Een drinkwassertank. Net zoals diegene die we al boven gegaan, denk ik. Ja, fantastisch. Hey, periscoop. Lijkt het. Een 502, ik bedoel 501 met periscoop. Dat is compleet niet gebruikelijk, maar nooduitgang. Een kleine maar heel bijzondere bunker en dan gaan we weer verder. Misschien staat dat op dit bordje.
ken de bunkertype niet. Even één? Ja, zeker. Zijn er niet echt. Ziet wel een indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Dat sowieso. Mag ik een fotootje? We zagen in één keer een koker, dus we dachten hier moet wel wat onder zitten. Ik hoop het niet. Er zitten wel deuren in. Hier nog wel oude lijken. Zo. Kijk hier. Het is hier meteen een stuk koeler. Wat een nieuw concept. Wow. Ik vind die leuk zo, grote raadjes. Het lijkt wel een machinekamer hier zo. Dit is een goede zaklamp, maar alsnog is het donker. Hier hebben we alle oude leidingen gelegen. Ja, dit lijkt me een machinehal. Of een of andere aggregaat voor iets groots. Oh, zit ook nog wat. Oh, hij is echt groot. En dan te bedenken dat we morgen de grootste gaan bezoeken die hier is gebouwd. Maar het is al letterlijk wel. Wat een joekel van de deur ook, hè? Oh, hier zijn ook weer kamers. Luchtfilter heeft hier gehangen. Ja, een oude deur. Maar neemt mijn kamer vreselijk veel moeite ermee. Zo naar buiten? Kijk eens. Deurtje nog in. Ja, ik weet niet of ik hem al fotografeer. Nou, dan kom ik zo. Dan ga ik weer naar buiten. Zo, hier moet weer een vlakke stand staan. Dit schijnt een hele grote te zijn.
Ik wil wat weg van een kabelschat stellen. Neem niet dat het een ST is. Hier kunnen we heen. We kunnen naar boven. Zal het voor een geweer zijn geweest? Hij is niet zo groot, maar het is toch wel een leuk bunkertje zo. Je kan hem nooit helemaal ontkennen. Oh, er zit hier nog een gang onder de trappen. Nou, deze keer hoop ik geen schimmelpilaar in mijn nek te krijgen. Oh, wow. Hier is ook nog een kamer. Oh, heel diep water. Oh, dit is maar één kamer. Er hangen wel nog allemaal oude kabels. Ik heb mijn waterschoen nu niet aan. Ik heb ook al helemaal nat gemaakt. Dus. Dan ga ik naar verdieping 2. Ik ben wel benieuwd of er 3 verdiepingen zijn. Wauw! Mam, je kan het dak op. Zo gaaf. Is de bunker of een kanon opgesteld? Ja. Daarom zal het wel plakstand heten. Het is gewoon een plak met een van de grote kamers eronder. Eigenlijk ziet er groter, hij is kleiner aan de buitenkant dan dat je ziet. Ja, maar je zou niet verwachten dat er nog een heel dak op zit. Tweede etage, want uit enthousiasme zijn we al meteen naar de derde gegaan. Oh. Kijk, en dan kan je hier zo de tweede etage zien. Ik bedoel de eerste. Een nisje. Hier heeft dan een of andere tralies voor gezeten. En hier lijkt het weer een geschutsopening.
Wauw. Een betonnen overdrukventiel. Dat heb ik nog nooit gezien. Hierboven zit een betonnen overdrukventiel. Ja. Ik wist niet eens wat er bestaat van sowieso. Misschien op je daar.